Ik heb nu de Raspberry Pi aangesloten en zoals je kan zien is Home Assistant zich aan het voorbereiden. Dit kan ongeveer 20 minuutjes duren, dus je kan ondertussen alvast de app op je telefoon installeren. Die zou je straks kunnen gebruiken. En deze zijn beschikbaar voor Apple en Android. En voor nu is het eventjes wachten tot Home Assistant klaar is. Zoals je ziet is Home Assistant nu klaar en we kunnen een gebruikersaccount aan gaan maken. Dus we vullen als eerste de naam in. Even een hoofdletter. Hier is ook. Wachtwoord 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kijken, 1, 2, 3, 4. Ja, druk op account aanmaken. Nou, hier kan je zeggen waar je bevindt. Zo kan Home Assistant straks je locatie bepalen. Als je dat op je telefoon doet, dan kan je ook aan de hand daarvan je geolocatie delen. Ik laat hem voor nu even zo staan. Nu zegt hij dat hij allemaal apparaten heeft gevonden op je netwerk, welke je zou kunnen configureren. Klikken we op volgende. En nu ben je in Home Assistant.